Limburg kent veel bouwbedrijven, maar hoe zijn ze ontstaan? Daar ga ik naar op zoek in deze reeks Limburgse bouwpioniers. Vandaag in Alken. Bouwonderneming Van de Bos. Opgericht in 1928 door August van de Bos. Actief in Limburg, Vlaams-Brabant en Antwerpen. Er werken 100 mensen en een jaaromzet van 34 miljoen euro. Ik ben Else van de Bos, de tweede generatie van het bouwbedrijf Van de Bos. Papa is begonnen met houten huizen te bouwen en daarna is hij overgegaan naar stenen huizen. In 40 had hij, toen de oorlog begon, had hij al 31 mannen in dienst. Dat is bestek voor het bouwen van een woonhuis voor rekening van Emil Jacobs. En dat is eigenhandig geschreven door mijn papa. Papa was geboren in Kozen. Hij heeft bij een bedevaart naar Kortebos, de parochie van Osmoeken. En daar hebben ze elkaar ontmoet. Ze zijn getrouwd in 1928. Papa is hier direct in komen wonen. Mijn Moekeherouders was een boerderij. En de boerderij is langzaam omgebouwd tot bouwbedrijf. Zijn eerste kamion heeft zijn papa gekocht voor de oorlog. En dat moet in de 8 of 39 geweest zijn, want die sprak dus nog niet. Daarop ziet je zijn telefoonnummer, nummer 77. De 77e telefoon in Alken. Ik ben in 1949 begonnen in het bouwbedrijf en de administratie te doen enzovoort. En daarna ben ik bij papa altijd mee geweest naar alle vergaderingen die hij had over de bouw of andere. Op vergaderingen van de aannemers was ik praktisch de enige vrouw. Ik werd heel snel aanvaard als vrouw in de bouw, omdat ze aanvoelde dat ik de stil kende. In 1959 is papa overleden en direct is het bedrijf overgedragen aan Moeken. En ik ben aangesteld als verantwoordelijke voor het bedrijf. En mijn broers waren op de werven en die hadden de praktische kant. Het was voor mij echt niet moeilijk voor het bedrijf los te laten. De opvolging was goed voorbereid. Ik ben op zoek gegaan naar een burgerlijk ingenieur. En die hebben we gevonden onder de naam van Krijn Harot van Tongeren. En dan is het bedrijf in handen gekomen van Staf, mijn neefje, als derde generatie, samen met Krijn Harot. Sinds 2000 is er een grote vernieuwingsprocedure begonnen. En we beginnen te investeren in een nieuwe productiehal, in een ijzervlegcentrale. En hebben we alle kantoorgebouwen gerenoveerd. En is het bedrijf toen in een stroomversnelling gekomen. Ik ben August van de Bos, derde generatie en chauffeur. Ik ben Marcel Jacobs, ik ben van de derde generatie en ik ben bestuurder bij Van de Bos. Ik ben August Jacobs, ik ben van de derde generatie. Ik ben bestuurder bij Van de Bos en ik volg het einde van de werven op. Ik ben verheugd dat mijn broers, mijn neven en mijn dochter en twee nichtjes hier werken. Want Van de Bos is nog een echt familiebedrijf. Een traditie die wij van onze ouders en onze grootouders meegekregen hebben voor eigenlijk de familie in een hoog vaandel te dragen. Ik ben Jolien van de Bos, vierde generatie assistent projectleider. Ik ben Isabel Jacobs en ik ben hier prefab-medewerker. Ik ben Susanna Jacobs en ik doe de personeelsadministratie. Ik kijk positief naar de toekomst en ik hoop dat het familiale altijd zal blijven in het bedrijf Van de Bos. Wij zijn de vierde generatie en we zijn trots om mee te werken aan de toekomst van dit familiebedrijf. Bouwbedrijf Van de Bos is in goede handen.